Hoi, super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video wil ik jullie de producten van Kruidvat eigen merk gaan laten zien. Kruidvat heeft sinds een tijdje een eigen lijn ontwikkeld met make-up producten. Ik heb hier het bakje met een aantal producten erin zitten die ik jullie zo zal laten zien. En daarbij is dit eigenlijk de eerste keer dat Kruidvat zoiets doet. Ik weet natuurlijk dat DA die heeft een eigen make-up lijn. Ethos die heeft al jaren een eigen make-up lijn. Maar Kruidvat had dit niet. Die had natuurlijk wel de low-budget merken en de wat duurdere merken. Maar een echte eigen lijn hadden ze nog niet. Ik heb een beetje getwijfeld hoe ik deze video vorm wilde geven. Want ik heb gedacht, ga ik de producten echt testen in een video of ga ik ze gewoon laten zien? Ik heb in eerste instantie besloten om de producten gewoon te gaan laten zien. Ik weet namelijk dat heel veel YouTubers al deze make-up producten hebben getest in een video. En ik dacht, misschien is het gewoon leuk om jullie de producten dan te laten zien. Zodat je een beetje weet wat Kruidvat heeft. En misschien heb je er interesse in. Ik zal de producten dan ook niet swatchen in deze video. Ik laat ze je gewoon zien. Ik vertel je er wat meer over. En mocht je naar aanleiding van deze video zoiets hebben. Goh, ik zou het toch wel leuk vinden als je er ook nog een hele make-up look mee zou willen maken. Wil ik dat met alle liefde doen? Laat het dan even weten bij de comments. Want dan weet ik of hier animo voor is. Maar nu ga ik jullie de producten gewoon laten zien. Dus mocht je benieuwd zijn wat Kruidvat voor producten van hun eigen make-up merklijn in het assortiment heeft. Zou ik even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik ga het een beetje random uit het doosje halen. Ik heb allereerst hier een matte en refresh setting spray. Deze is wel op oliebasis. Er zit oil control in. Make Me Last heet die. En dit is het flesje. Het is gewoon een flesje met 50 milliliter. Je ziet hier heel klein het logo van Kruidvat. Het is allemaal heel neutraal op de verpakking gezet. Dat vind ik wel mooi. Dit is dus een fixerende make-up spray met een matte finish. Een vedelichte spray om de make-up te fixeren. Een perfecte poriverfijnende en matte finish. Verzorgende aloe vera en sinaasappelwater. Kalmerend en hydraterend en geven de huid een opgefriste look. Dat is veelbelovend, moet ik zeggen. Ik hou zelf heel erg van matte fixing sprays. Al deze producten zijn ook vegan. Dus dat is misschien wel goed om te weten. Hij heeft gewoon een kleine spray. Dus op zich is dat dikke prima. Ik ben wel heel erg benieuwd. Ik vind de verpakking is op zich niet heel bijzonder. Maar ik vind het ook wel mooi dat hij wat neutraler is. Je hebt hier bijvoorbeeld wat kleine pijltjes staan hier op. Ik weet niet of voor jullie dit heel goed zichtbaar is. Maar ik ben wel benieuwd naar deze fixing spray en hoe die tot zijn werking komt. Dus deze lijkt me heel erg interessant in ieder geval. Dan heb ik hier een Perfect Imagine Fresh Look Duo Pencil. Dit is een highlighter en een concealer. Het is gewoon zo'n pen eigenlijk. Niet heel bijzonder, maar gewoon een vrij basic. Wat staat hier verder over op? Het is eigenlijk om je gezicht te contouren. Accentueert en specifieke zones van het gezicht. En dat geldt dan voor het highlight gedeelte. Wat staat er bij het conceal gedeelte? Corrigeert imperfecties op de huid. Ik weet niet of een pen dat echt kan, maar oké, laten we gewoon even kijken naar het conceal gedeelte. Het is inderdaad echt gewoon een potlood die je moet slijpen. Ik weet niet of dit nou echt als concealer lekker gaat werken, maar daar kan ik nog niks over zeggen. En dan is dit het highlight gedeelte. Ik denk bijvoorbeeld dat dit wel heel erg fijn zou kunnen zijn voor onder de wenkbrauwen, op je wenkbrauwbot, misschien je binnenste ooghoeken. Voor het gezicht zou ik dit denk ik niet heel erg geweldig vinden, zo'n highlight gedeelte. Maar ja, ik denk dat het voor dat soort momenten best wel fijn zou kunnen zijn. Desondanks ben ik toch wel heel erg benieuwd naar dit potlood ook.
Dan heb ik een poeder. En dit is de Flawless Finish Translucent Glow Setting Powder. Heeft zo'n verpakking. Vrij basic. Gewoon zwart. Het is een fixerende losse poeder met glans. Oh. Deze ultralichte poeder met fijne parelmoerpigmenten verheldert de tint en fixeert je make-up. De transparante, zeer fijne textuur geeft een egale en stralende gloed. Geschikt voor alle huidtypen en tinten. Ik vind hem vrij oranje als ik hem zo in het doosje zie. Ik denk wel dat hij heel goed is afgeschermd. Dus ik zal het verder kijken. Hier kun je het net iets beter zien. Ik ga dit er eventjes op laten zitten omdat alles overal poeder ligt. Het is een vrij donkere poeder. Dus ik vraag me af of dit goed komt op mijn huid. Ik heb toch een beetje het idee dat ik hier een wortellook mee krijg. Maar ja, volgens dit doosje is het geschikt voor elk huidtype. Ik vind het wel jammer dat ze voor een losse poeder hebben gekozen. Ik vind normaal ook gewoon fijn. Poeders die vast zijn vind ik ook wel heel fijn. Maar een losse poeder is ook wel weer heel fijn om te baken en bijvoorbeeld onder de ogen. Dus ja, de kleur. Ik ben nog een beetje huiverig, maar ik ben wel heel benieuwd hoe die gaat overkomen op mijn huid. Dan hebben ze ook een white foundation. En dit is de Stay With Me White Foundation. Long Lasting Anti-Pollution Complex met SPF 20. Het zijn vrij kleine verpakkingen ook. Hoeveel zit hierin? 18 milliliter. Het is de kleur 010 Fresh Nude. Er staat weinig informatie over op. Er staat verder niks over op. Maar ja, het is gewoon... Dit is een foundation dus in een potje. Wat over het algemeen... Oh. Hij is al een beetje gebroken. Er zit een extra dopje op die ik er dus nu gelijk afhaal. Zo ziet hij eruit. Het is een beetje klei effect als ik het zo zie. Ik ben heel benieuwd of dat dit een beetje fijn gaat aanbrengen. Hij ziet er vrij droog uit als ik hem zo bekijk. Maar goed, dat kan ik nu natuurlijk niet beoordelen. Het is ook een beetje mijn eerste indruk hoe ik de producten nu zo zie. Ik ben wel benieuwd of dat dit een mooi effect op de huid gaat geven. Je hebt hem in meerdere kleuren en ik heb toch een beetje voor de lichtere kleur gekozen. Omdat lichtere kleuren beter bij mijn huid passen. Ja, white foundation zegt me niet zo heel erg veel. Ik ken natuurlijk wel foundations in potjes, maar niet op deze manier. Maar oké, ik ben wel benieuwd. Helemaal omdat er ook SPF 20 in zit. En dat vind ik vaak wel een fijne eigenschap als een foundation dat heeft. Dan heb ik een Beyond Cult Oil Blend Glow Primer. Ze hebben dus ook een primer. Deze zit in een flesje. Het is dus een gouden primer. Het rare is, het flesje zit niet helemaal vol. Zie je dat? Hij is niet helemaal tot boven aangevuld. Een luchtreflecterende make-up basis. De verhelderende primer op oliebasis vangt en weerspiegelt het licht voor een egale natuurlijke en stralende look. Gebruik voor de make-up om de foundation nadien gemakkelijk aan te brengen. Of gebruik puur op zich voor een direct glow effect. Je ziet inderdaad heel goed dat het op oliebasis is, want je ziet het eigenlijk een beetje zweven. Het heeft dus gewoon een pipetje. Kijk. Ik hoop dat dat pipetje ook werkt, want soms werken pipetjes niet zo heel erg lekker. Ik vind het bijvoorbeeld bij de producten van de Action Wink dat echt een drama. Ik vind het wel raar dat hij maar zo half gevuld is. Of ligt dat aan mij? Ik weet het niet hoor, maar ik heb het idee dat hier al heel veel uit is, want ik vind het een beetje gekkig. Ja, ik ben wel benieuwd of die een gloed gaat geven. Ik vind primers zelf heel fijn. Een oliebasis is net iets vetter. Dus op zich kan het wel heel fijn werken. Dus ja, ik ben heel erg benieuwd naar deze primer ook. Dan heb ik hier een Made to Stay Fixing Eyebrow Gel. Een long lasting. Het zit in een bruine verpakking. Ik heb ook een bruine kleur. Ik heb de kleur 030 Warm Brow. Mijn wenkbrauwen zijn best wel donker. Ik vind het ook mooier om ze dan wat donkerder aan te zetten. Dus ik heb voor een wat donkere kleur gekozen. Wenkbrauwgel. Een gekleurde met vezels verrijkte formule. En een handige mini borsteltje voor volle gefixeerde en perfect gevormde wenkbrauwen. Met verzorgende provitamine B5. Er zitten wel overal van die provitamines in en zo. En hier zit 5 milliliter in. We gaan eens even kijken naar dat borsteltje. Want die zou dus heel klein zijn. Dat geloof ik ook direct. Oei, die is heel erg in de mini. Kijk.
Hoe klein? Nou, dat wordt wel een dingetje om dit lekker aan te brengen. Op zich vind ik een klein borsteltje niet erg, want je kunt er net wat nauwkeuriger mee werken. Maar ik ben wel heel benieuwd of dat de kleur dan ook mooi gaat zijn. Of die ook echt wat toevoegt aan je wenkbrauwen. Ik vind niet dat alle wenkbrauwgellen dat doen. Maar ik was hier wel heel erg benieuwd naar. Dus dat is deze. En dan heb ik ook een Arc Perfector. Dit is een eyebrow micro pen met long lasting. Ik heb dus twee wenkbrauwproducten als ik het nu bekijk. Ja, volgens mij wel. Dit is de 010 Deep Taupe. Dit taupe, moet ik zeggen. Dit is dit pencil. En creëer gemakkelijke haar fijne lijntjes met drie tandjes kam. Voor natuurlijke volle wenkbrauwen. Smudge proof. Moet ik zeggen dat ik net een wenkbrauwpen heb getest van Catrice die ook zoiets had, als ik het goed bedenk. Deze is wel een stuk kleiner, want die haartjes zijn wel echt eeny mini. Die van Catrice waren iets groter, moet ik zeggen. Maar die van Catrice vond ik niet geweldig. Ik had het idee dat gelijk het pigment er al een beetje uit was. Ik ben wel benieuwd of dat bij deze ook zo gaat zijn. Of dat deze misschien toch beter is. Ik heb dus weer een beetje voor de wat donkerdere kleur gekozen. Je hebt meerdere kleuren, maar ik ben wel benieuwd of deze dan ja, en fijn werkt of de kleur ook goed is. Op het moment liggen er dus geen testers bij de make-up producten in verband met corona, wat heel begrijpelijk is. Maar het kan soms moeilijk zijn om daardoor een juiste kleur te kiezen. Ja, ik ga het meemaken. Ik kan er nog niks over zeggen, maar ik ben benieuwd. Dan heb ik een George's Glow Illuminating Face Drops. Dat is deze. Dit is een 020 Fine Rose. Dit zijn highlight druppels. Deze geconcentreerbare vloeibare highlighter geeft de huid een subtiele contour en natuurlijke gloed. Met uniek druppel applicator om zones te accentueren. Breng puur op het gezicht of vermengd met dagcreme of foundation voor een overal glow effect. Goed schudden voor gebruik. Oké, het is best wel een plat verpakkingtje. Er zit 15 ml in. Je had deze in diverse kleuren. Oh, dit is wel heel erg tof, moet ik zeggen. Kijk, je hebt hier echt wel zo'n druppelapplicator. Ik denk wel dat je de druppels er heel goed uit gaat krijgen. Dus dat ziet er op zich wel heel tof uit. Dus ik ben wel heel erg benieuwd. Ik denk dat ik hem eerder zou mengen dan met een dagcreme dan met foundation. Om toch een beetje de glow te krijgen. Vind ik vaak wel mooi. En ook bijvoorbeeld als je in de zomer, als het warm is en vind ik het ook bijvoorbeeld heel fijn om bij mijn dagcreme gewoon wat losse poeder te doen. Dat te mengen, want dan krijg je eigenlijk een getinte dagcreme. Maar je kunt er dus ook gewoon deze druppels doorheen doen. Dus dat lijkt me wel heel tof. Ik zou bijvoorbeeld niet zo snel mengen met foundation. Helemaal niet met deze foundation. Als ik er een complete look mee zou maken, zou ik deze twee niet samen mengen. Maar ja, met een dagcreme zie ik dat wel zitten. Dus ik ben wel heel benieuwd naar deze. Dan heb ik een Curl Booster Caring Lash Primer met Color Intensifying. Dat is deze. Dit is dus zo'n product. Een mascara die je aanbrengt op je wimpers. Het is als het goed is een witte mascara. En hiermee kun je je wimpers dus net wat intensere kleur geven. Even kijken wat er achterop staat. Gebruik vol mascara voor een nog beter resultaat en fantastische wimpers. De blauwe formule. Hoe is? De blauwe formule verzorgt de wimpers en maakt het zwart voor iedere mascara nog dieper. Geschikt voor gevoelige ogen. Oftalmologisch goedgekeurd. Er zit 7 ml in. Gaat dit nou echt blauw zijn? Ik ken dit alleen in de witte variant. Oh, het is echt blauw? Och jeetje. Oh, dit is wel heel erg interessant, want dit ken ik dus niet. Ik ken wel mascara boosters, of primers in feite, maar die zijn gewoon dit. Borsteltje vind ik op zich wel positief trouwens. Het is wel een borsteltje waar ik van hou. Maar, blauw? Ik ben hier nou toch ineens wel heel erg benieuwd naar nu die blauw is. Ik ben een soort van flabbergasted dat dit blauw is. Hoe dan? Het volgende product dat ik heb, dat is een
Infallible Flix Glossy Eyeliner Pen met 12 uur longlasting volume. 0,20 Crystal Black. Zo ziet de verpakking eruit. Vrij basic op zich. Niet heel bijzonder. De dunne en flexibele calligrafiepunt verzekert een precieze lijn en creëert eenvoudig een glanzende glamour look die tot 12 uur lang houdt. Smudgeproof en oftalmologisch getest. Nou, dan ben ik wel benieuwd naar dat puntje. Het puntje ziet er goed uit, moet ik zeggen. Ik zou hier wel heel erg blij van worden als ik het zo zie. Ik vind het wel puntjes waar ik een goed gevoel bij krijg. Ik ben zelf heel erg dol op eyelinerpennen. Ik gebruik liever een eyelinerpen momenteel dan echt een pen die of een vloeibare eyeliner. Maar deze is dus glanzend in plaats van mat. Dus ik ben wel heel erg benieuwd wat deze eyeliner gaat doen. Dus ja, leuk dat hij er ook bij zit. Dan heb ik ook nog een Fabulous Fresh Smoothing Matte Primer Gel. Deze is olievrij. Dat is gewoon zo'n verpakking. Vrij basic. Ik had net natuurlijk al die primer die op oliebasis is. En deze is dan olievrij. Een gladmakende make-up basis. De ultralichte en frisse primer is olievrij. En met een matterend en gladmakend effect. Een ideale basis voor foundation, zodat deze langer houdt. Of gebruik de primer puur voor een natuurlijke en gale look. Hij is ongeparfumeerd. Er zit 30 ml in. Ik ga ervan uit dat deze is dichtgezield. Ja, kijk. Deze is gewoon dichtgezield. Dus dat is natuurlijk wel top. Ja, ik vind het dan toch wel leuk. Ik vind gewoon zo'n primer ook altijd wel heel fijn. Maar ik was toch ook wel heel erg benieuwd naar die op oliebasis. Maar deze vind ik ook zeker heel veelbelovend klinken. Dus ik ben heel benieuwd of deze primer het waar maakt. Meestal zijn deze primers wel oké. Maar het is eventjes, wat is de structuur? Hoe voelt het aan? Dus ik ben heel erg benieuwd. Dan heb ik ook nog een concealer. Dit is wel een hele donkere kleur, moet ik zeggen. Want ik heb de kleur 050 Soft Almond. Dit is de Stay With Me Concealer Long Lasting met SPF 20. Het is deze concealer. Deze vederlichte concealer met verzorgende shea butter en argonolie verzekert een volledig opbouwende dekking. Van oneffenheden die lang houdt. Voor een onberispelijke en gaal resultaat. Oké, dus 7 ml in. Ik denk dat het gewoon een vrij... Ik vind het nog een best dik borsteltje. Kijk, er zit best wel een dikke... applicator op. Ik ben normaal gewend iets dunnere. Maar op zich vind ik een dikke niet erg. Ik vind op zich een wat donkerdere concealer niet erg. Want voor sommige dagen kan ik het wel echt goed gebruiken. En helemaal, je kan hem ook weer mixen met je foundation. Zodat hij toch nog weer wat dichter wordt. Of met een andere concealer. Hij ziet er veelbelovend uit. Of hij echt de goede dekking gaat geven is altijd de vraag. Maar ik ben wel enthousiast als ik het zo lees. Dus we gaan het meemaken of dat hij ook echt de dekking geeft die hij belooft. Dan heb ik hier ook een Lash Definer. Dit is een Skinny Mascara. Dat is deze. Dit is de 010 en Tinsef Black. Dit is het dunne kamborsteltje. Omhult zelfs de meest dunne korte wimperhaartjes. Nauwkeurig voor perfect gefixeerde lange wimpers. Geschikt voor gevoelige ogen. Nou. Ik denk dat dit heel erg handig zou kunnen zijn. Ook voor je onderste wimpertjes. Want dat kan nog wel eens een lastig effect geven. Oké, dit had ik niet zien aankomen. Want kijk, hoe dun is deze applicator. Dit had ik niet verwacht, lieve mensen. Echt niet. Ik had veel verwacht. Maar zo'n dun kammetje, die zou ik niet voor mijn bovenste wimpers gebruiken. Deze zou ik wel echt voor mijn onderste wimpers gebruiken. Voor de bovenkant heb ik echt gewoon een dikker borsteltje nodig. Maar ja... Ik ben wel benieuwd. Ik heb dit nog nooit gehad, zo'n dun borsteltje. Dus het, ja, ik ben gewoon razend benieuwd naar deze mascara ook.
Dan heb ik ook een blush. En dit is de Velvet Glow Baking Blush. Die ziet er zo uit. Leuke verpakking moet ik zeggen. Dit is de 020 Rose Pink. Deze fluweelzachte poeder in meerkleurige levende tinten accentueren de jukbeenderen voor een natuurlijke frisse uitstraling. Er zit 6 gram in. Hij is er in meerdere kleuren. Ik vind het doosje wel heel erg leuk. Komt deze. Goedemiddag. Het zit dicht, dus ik ga even kijken of ik hem open krijg. Oh kijk, er zit een biertje op. Dat is wel fijn. Zo ziet hij eruit. Ik vind hem wel heel mooi, moet ik zeggen. Er zitten inderdaad wat licht reflecterende pigmenten in. Ja, ziet er goed uit. Die puntjes, die streepjes hier, dat is al een beetje Kruidvat natuurlijk, hè. Die pijltjes, die heeft Kruidvat heel lang ook in hun logo gebruikt. Volgens mij op dit moment niet meer. Vind ik wel puur Kruidvat. Ik vind het op zich wel grappig gedaan. Ik vind deze verpakking wel heel erg leuk ook. Ziet er ook goed uit. Dan heb ik ook nog een mascara. En dit is de Max Drama Volume en Length Mascara. Deze is dan waterproof. Ze hebben meerdere varianten. Dit is de 020 Ultra Black. Voor dramatische volume en langere wimpers. De cilindervormige vezelborstel en de waterproof formule omhult de wimpers voor langdurig effect zonder vlekken of klonteren. Geschikt voor gevoelige ogen. Er zit 10 ml in. Nou, dat borsteltje is dan weer te graag. Oh ja, dit soort borsteltjes hier hou ik wel van. Perfect borsteltje. Vind ik echt heel top. Ja. Ik ben benieuwd. Ik ben zelf niet iemand die heel vaak waterproof mascara gebruikt. Maar deze belooft dan ook nog eens veel volume en lengte. En toen dacht ik, nou, dat vind ik er interessant uitzien. Ik vind de verpakking ook wel leuk met dat blauwe. Dat onderscheidt dan inderdaad ook echt wel weer dat het een waterproof variant is. Want ze kiezen vaak voor iets met blauws. Dus dat vind ik wel heel erg tof, moet ik zeggen. Dus hier ben ik ook heel erg benieuwd naar. Dan ben ik toe aan de twee laatste producten en dat zijn twee oogschaduws. Oogschaduwpaletjes moet ik zeggen. Ik heb allereerst deze Like This. Dit is een nude oogschaduwpalet en die ziet er zo uit. Een perfecte combinatie van zachte matte en parelmoe metallic oogschaduw in nude kleuren om ingetogen natuurlijke looks te creëren. Er zitten 9 kleurtjes in. Zit deze ook dichtgestield? Ja. Ik ga even het plasticje eraf halen. Zodat je ook eventjes de binnenkant kunt zien. Maar ook weer die streepjes die hier terugkomen. Heel leuk gedaan. Oh, wat zijn dit de kleurtjes? Zien er op zich best wel leuk uit. We hebben gekozen voor een nude variant. Er komt zo ook nog een andere variant. Maar op zich vind ik het wel leuk. Want ik denk best wel dat je hier mooie kleuren kunt. Ooglooks mee kunt maken. Het is best wel een draagbaar palet. Ook voor elke dag als je het mij vraagt. Want nude vind ik iets wat dagelijks zeker wel kan. Dus die ziet er wel heel leuk uit. Dan heb ik ook de Night Like This Smoky Eye paletten. En dat is dan deze. Dit is een perfecte selectie van rijk gepigmenteerde matte en parelmoer metallic oogschaduw in smoky kleuren voor een opvallende glamour look te creëren. Donkere kleuren dus. Zoals ik al zei. Ben benieuwd. Doosje nog even. Dit zijn dan de kleuren. Zijn wat gewaagder, dus inderdaad voor een avondlook zou dit perfect zijn. Ik vind het er wel heel erg leuk uitzien. Ik vind de paletjes wel leuk vormgegeven. Dus ja, ik ben wel heel erg benieuwd. Ik ben wel benieuwd wat voor voorkeur zouden jullie geven. Nude of toch smoky? Ik denk dat de meesten toch wel voor nude gaan, omdat smoky best wel heftig kan zijn. Maar ik vind het twee leuke paletjes om te zien in ieder geval. Dan waren dit alweer de nieuwe producten van het Kruidvat, die ze dus in het eigen merk hebben. Ik vind het wel heel erg jammer dat ze niks voor de lippen hebben. Ik had het toch wel heel erg leuk gevonden als ze een leuke lipgloss of een lipstick hadden gedaan. Mochten ze de collectie willen uitbreiden, zou ik zeker aanraden om er ook wat voor de lippen bij te doen. Want eigenlijk zit er voor elk gezichtsdeel wat bij, behalve de lippen. En dat vind ik toch wel heel erg jammer. Want ik ben iemand die ook heel goed gaat op lipsticks. Ja, zoals ik zei, ik vind de collectie er zo best wel veelbelovend uitzien.
Ja, het zijn gewoon leuke kleurtjes. Leuke producten ook. En ja, ik ben nog steeds een beetje flabbergasted over die twee mascara's. Met hun hele dunne borsteltje en een blauwe borsteltje. Maar ja, ik ben gewoon heel erg benieuwd. Nogmaals, zou je het leuk vinden om toch nog een volledige make-up look te zien van deze, van deze producten in een video. Laat het even weten bij de comments. Ik ben ook eigenlijk wel benieuwd of jij al producten hebt gekocht van het Kruidvatmerk. Of dat je toch zoiets hebt gehad. Ik heb deze hele collectie geskipt. Kan natuurlijk ook. Ik ben in ieder geval razend benieuwd naar. Dus je kunt ook zeker nog reviews hiervan gaan verwachten op mijn blog. Maar voor nu vind ik het echt super tof. Dus ja, ik kan eigenlijk niet wachten om deze producten te gaan gebruiken. Ik wil je in ieder geval weer heel erg bedanken voor het kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Kan erop het rondje met mijn gezicht drukken en op mijn kanaal zelf. Daar kun je het belletje aanzetten. Krijg je ook een melding zodra een nieuwe video online komt. Vond je deze video leuk, doe even je duimpje omhoog. En ik hoop je bij een volgende video weer te zien. Doei!